het mandaat. Dat is onze thema, onze serie. En elke zondag, de komende weken, gaan we een onderdeeltje hiervan horen met elkaar. Ik wil graag, heb je je Bijbel meegebracht? Let's do it. Dit is mijn Bijbel. Dit is mijn Bijbel. Ik ben wat ik zeg dat ik ben. Ik heb wat ik zeg dat ik heb. En ik kan doen wat ik zeg dat ik kan doen. Vandaag wordt mij het woord van God onderwezen. En ik beleid met vrijmoedigheid. Mijn geest is alert. Mijn hart is ontvankelijk. En ik zal nooit meer dezelfde zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen. That's the power of God's word. Amen. Die verandert ons. Ik wil een aftrapje doen vandaag aan deze thema of deze serie. Het mandaat. Het mandaat. Mijn thema, ik heb als thema gekozen vandaag. Het koninkrijk van God versus de gemeente van God. Het koninkrijk van God versus de gemeente van God. Natuurlijk, er zijn zoveel dingen die we erover kunnen praten als het gaat om de koninkrijk van God. Het koninkrijk van God of de gemeente van God. Er zijn zoveel dingen. Ik weet mij nog dat ik heel lang geleden heb ik een hele lange serie hier ook gedaan. Over het koninkrijk van God. Wat is dat nou eigenlijk? Hoe kunnen we dat nou zien? Wat betekent dat? En het was echt een lange serie toen de tijd. En, maar dat gaan we niet doen met deze vandaag. Ik ga heel kort en krachtig u gewoon laten zien vanuit Gods woord. Wat het koninkrijk van God is. En ook wat de gemeente is. Nou, er zijn mensen of kerken die zeggen, gewoon om gewoon verwarring te zaaien, dat de gemeente is, is het koninkrijk van God. Dat is niet waar. De gemeente is niet het koninkrijk van God. Maar luister heel goed met jouw geest. Dan gaan we ook zo zien welke rol de gemeente wel speelde. En wie is nou ook namelijk de gemeente? Wat is nou de gemeente? Luister, de gemeente is het koninkrijk van God niet. Maar deze twee zijn met elkaar heel goed verweven, heel goed verbonden aan elkaar. Oké? Okay? Nou, er zijn ook mensen die zeggen dat Israël is het koninkrijk van God. Nou, dat kan ik niet terugvinden in de Bijbel, dat Israël het koninkrijk van God is. Natuurlijk, de mensen, het volk van God, die tot bekering zijn gekomen, ze maken wel deel uit, net als de gemeente van het koninkrijk van God. Maar deze mensen zijn niet de koninkrijk van God. Nou, we zeggen vaak, en dat is ook zo, dat het volk van God, de Israëlieten, zijn de geestelijke volk van God. Ik bedoel, een natuurlijke volk van God. Ja? Want God heeft ook via Abraham gezegd van, die zijn mijn mensen. Zijn allemaal kinderen van Abraham. Op dezelfde wijze is de gemeente de geestelijke kinderen van God. Je hebt de natuurlijke kinderen en je hebt ook de geestelijke kinderen. En we leven nu ook in de tijd waarin God ook bezig is ook met Israël. En de plan van God, hear me well, hear me heel goed, hear me alsjeblieft heel goed.
Het plan van God is dat Israël ook allemaal tot bekering gaat komen. Dat is Gods plan. En nog steeds. En ik weet niet hoeveel keer ik hier gestaan heb om jullie dit te zeggen. De kleine landje. Huh? Hij is een kleine land. Omringen met al die Arabieën. Landen. Omringen met al die vijanden. En je ziet hoe sterk ze zijn. En je ziet hoe God ook hem probeert ook elke keer te bewaren en te behoeden. Dat betekent dat Gods plan voor zijn volk, ongeacht wat de vijand probeert te doen, ongeacht wat men denken, Gods plan voor zijn volk zal voor eeuwig blijven staan. Nou, als je dat gelooft, dan moet je ook geloven dat op dezelfde wijze dat God ook voor zijn gemeente strijdt. Op dezelfde wijze dat God ook kiest om voor zijn gemeente te zijn. Dus met andere woorden, laat de vijand wat doet wat hij wil doen. Laat mensen denken wat ze willen denken. De gemeente van Christus Jezus, de kerk, zal tot eeuwig blijven staan. En wie is de kerk? We are the church. Het is niet een gebouw. Wij zijn de kerk. Hey, ik ben zo vol van dit, maar ik ga proberen mij ook gewoon te houden aan mijn notitie vandaag. Want we hebben nog een aantal weken te gaan. Want ik ga dit ook met ons ook goed uitleggen. En elke keer wanneer ik hier sta, sta ik met zo'n van, oké, ik wil zo makkelijk mogelijk overkomen. Zo duidelijk overkomen. Dat zelfs de kinderen, de tieners die zitten in de zaal, dat ze toch deze boodschap, elke boodschap, kan begrijpen. Dat is de essentie. De tijd is voorbij dat we naar de kerk gaan en we zeggen van, ik begrijp geen mol van wat daar gezegd wordt. Die tijd is voorbij. Come on, are you with me, church? Die tijd is voorbij. Mensen zijn nu zo hongerig en ze komen en ze moeten ook de eenvoudige boodschap van God, van redding, begrijpen wanneer ze naar de kerk komen. Dat is de tijd waarin we leven. So, mijn doelstelling is vandaag is dat wij allemaal gaan leren bouwen of meebouwen aan het koninkrijk van God. Dat is mijn doelstelling vandaag. Dat we allemaal gaan leren meebouwen aan het koninkrijk van God. Dus wij Nederlanders zijn van echt koninkrijk. Met een echt koning. Dat is geen sprookje. Come on, am I correct? Dat is geen sprookje. We hebben gewoon echt een koninkrijk. In Nederland zijn echt een koninkrijk, de Nederlanden. Met ook echt een koning. Iemand zegt, wie is dat? Is mijn vriend, koning Willem Alexander. En de Bijbel spreekt ook op dezelfde wijze ook over een werkelijke koninkrijk. Maar dan met een hoofdletter K. Het koninkrijk van God. Of zoals Matthew dat aangeeft in zijn brief. Het koninkrijk der hemelen. Of het koninkrijk van de hemel. Nou, het concept, begrip is gewoon hetzelfde. Nou, het onderwijs van Jezus blijkt dat het koninkrijk van God geen zichtbaar plek is. Uit het onderwijs van Jezus blijkt dat het koninkrijk van God geen zichtbaar plek is. Maar wel een geestelijke dimensie. Een geestelijke dimensie. Dit is een geestelijke dimensie waar gerechtigheid, vrede en vreugde regeren met kracht. Geestelijke dimensie waar hiermee
gerechtigheid, vrede, vreugde, reageren met wat? Kracht. Het is heel anders dan wat sommige mensen denken. Laten we beginnen met Matthew 6. Oh boy. Kijk naar de tijd. Oeh. I'm beginning to have fun and the tide is just doing this in my gezicht. Maar weet je wat? Ik ben thuis. Als ik niet thuis zou zijn, zal ik nu gewoon gaan afronden en de microfoon overhandigen. Maar ik ben thuis. Kijk naar Matthew hoofdstuk 6, vers 33. Geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Die heb ik niet geschreven. Die heeft Jezus zelf geschreven. Heel duidelijk. Geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. Een andere vertaling zegt, maar zoek eerst. Dat is een herzienstaat vertaling. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Wat heb ik net gezegd? Het koninkrijk van God, zijn geestelijke dimensie. Dat heb ik net gezegd. Ah, waarin, come on, gerechtigheid, vrede en vreugde reageren met wat? Kracht. En wat zegt Jezus hier? Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Nou, je moet dit ook uit context gaan lezen en dan begrijp je ook wat Jezus bedoelt met al deze dingen. Weet je wat zo triest is? Wat zo jammer is? Dat veel christenen, en ik heb het over vele wedergeboren christenen, ze begrijpen deze concept nog steeds niet. En ze zijn op zoek, ze zoeken alleen maar dingen. Geen plek voor God. Geen plek voor Gods koninkrijk. En dan vragen ze af waarom dingen niet voor hem werken zoals God dat bedoeld heeft. Hey, Gods woord is zo duidelijk en is zo waar. Gods woord werkt nog steeds. En Gods koninkrijk werkt ook nog steeds. Maar wij moeten de mindset gaan veranderen van dingen zoeken en ook een ruimte gaan geven. Allereerst aan Gods koninkrijk. En dan pas gaan we zien hoe ook alle andere dingen voor ons ook gaan werken. Want de vraag is, waarom zal Jezus ons vragen om een zoektocht te laten beginnen naar iets, zijn koninkrijk, wat hier niet te vinden is? Waarom? Ik heb je net gezegd, het koninkrijk van God is geen plaats waar je ook naartoe kan gaan en zeggen, oké, ik ben nu in het koninkrijk van God. Ik heb net gezegd, heel goed luisteren, het is een geestelijke dimensie. Dan de vraag is, waarom zou Jezus ons ook de opdracht leggen om op zoek te gaan naar iets die eigenlijk niet op aarde bestaat? We gaan proberen daar antwoord op te geven, mensen. Gaan we proberen te doen. Jezus zegt, het koninkrijk van God is onder u. Hear this. En het is in u. Met andere woorden, het is heel dichtbij dan wij vaak denken. Kijk naar Lucas 17, vers 20 en 21. En toen hem door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zeide, het koninkrijk van God komt niet
op waarneembaar wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. Wauw. Wauw. Nou, als ik dit lees en zo lees, hè, en je hebt nooit een prik gehad over het koninkrijk van God, ook nooit aan je uitgelegd, dan komt je gewoon in verwarring. Dan denk je van, hè, wat zegt hij nou weer? Nou, als je heel goed geluisterd hebt wat ik ook tot nu toe gezegd heb, dan snap je dit. Het is een geestelijke dimensie. En Jezus zegt, hé, hey, het is niet zo van, dat is het. Ik ga daar naartoe om het koninkrijk van God te zien. Of ik ga hier naartoe om het koninkrijk van God te ervaren. Nee, hij zegt, het is in u. Het is heel dichtbij. Het is in u. U draagt het mee. Huh? Het is in u. Dus als gelovige ben je, schrijf dit op, onderdeel van het koninkrijk van God. Als gemeente ben je, zijn wij, onderdeel van het koninkrijk van God. Kan ik een goed amen horen? We zijn onderdeel ervan. Kijk naar Johannes 18. Johannes 18, vers 36. Er staat, Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is, help me, niet van deze wereld. Oh, I'm helping you to become a strong church. Sterke gemeente. Dat is de doel van deze boodschap. En dat je weet, ja, wij zijn Nederlander. We hebben allemaal een Nederlands paspoort. Als je hier lang genoeg woonde, zeg maar. Of als je hier geboren bent. Maar tegelijkertijd, we hebben ook een hemelse paspoort. En die paspoort geeft je toegang tot geestelijke dimensie, geestelijke wereld. Oh, I'm preaching good today. Come on. Come on, help me out. Huh? We hebben allemaal natuurlijke rechts van bestaan. En ook gelijkertijd geestelijke rechts van bestaan. En weet je wat het verschil maakt? De dimensie waarin wij leven, de dimensie waarin wij behoren als christenen, als Gods kinderen, als wedergeboren kinderen, het is een dimensie die regeren met wat? Gerechtigheid en vrede. En die dimensie regeren ook met vreugde en ook gepaard gaan met kracht. Oh, met andere woorden, als een kind van God, overal waar je gaat, overal waar je bent, overal wat je zegt, God gaat ook dat bevestigen, want je bent een drager van zijn koninkrijk. Je draagt zijn koninkrijk met je mee. You are not just a mean person. Je bent niet zomaar een gewone persoon. Am I helping somebody this morning? Amen. Je bent niet zomaar een gewone persoon. Dat is een probleem met de kerk. Dat is een probleem met de christenen. Dat is een probleem met veel gelovigen. Ze weten niet werkelijk wie ze zijn in Christus. Ze weten niet werkelijk dat ze behoren niet aan deze wereld. Maar dat ze behoren aan een koninkrijk die niet zichtbaar is. Maar die werkzaam is in de dimensie van God zelf. Amen. Ze weten niet. En wat doen ze? Ze gaan gewoon door het leven heen. Zomaar met, ja, het is zomaar. Het is dit. Nee, broeders en zusters. Je bent anders. Kan ik een goed amen horen, mensen? Wij zijn anders. Wij zijn anders. U ook.
Met andere woorden, de kracht van God die werkzaam is in uw leven. Want we hebben net gelezen, koninkrijk is in u. De kracht van God die werkzaam is in uw leven. Wanneer u tegen moeilijkheden komt, jij moet ook dat kunnen staan in kracht, in de autoriteit die je hebt. Kan je nou bij voorstellen? Koninkrijk de Nederlanden, we hebben een koning. Onze koning en koningin hebben drie dokters. Kan je nou bij voorstellen dat al die drie dokters van Willem-Alexander gewoon zomaar gaan leven net als een Nederlander die niet weet wie hij of zij is? Come on, church. Think with me. Just laten we gewoon natuurlijk, zodat jullie dit ook kunnen pakken. Kan je dat bij voorstellen? Het is niet zo. Last op de nieuws zag ik ook Amalia. En ze heeft begonnen te vertellen dat ze heel veel geld heeft op haar rekening. Ik weet niet of jullie dit nieuws hebben gezien. En we praten in de miljoenen. En hoe oud is die meisje? Volgens mij is de leeftijd van Michael ongeveer mijn zoon Michael. Volgens mij is hij 19 of zij is nu 20 als het goed is. Hallo? En zij heeft een miljoen op haar rekening staan. Hey, geef mij een antwoord, lieve mensen. Wat doet ze voor werk? Hallo, jullie lachen, maar het is geen. Ik wil meedenken, jongens en meisjes en mannen en vrouwen. Wat doet zij voor werk? Prinses. Oh, prinses. Dat is wel een goede antwoord. Zij is prinses. Weet je wie je bent? Iemand zei kind van God. Jij bent een prins. Staat in de Bijbel. Jullie hebben blijkbaar nog dat nooit gelezen in de Bijbel. Dat jij een prins bent. Oh ja, ik ben een prins. Ja. I just forgot. I am the only prince here. Ik ben dat ook net vergeten, ja. Ja. Nee! Wij zijn allemaal voor God prins en prinses. Voor God. Jezus is onze koning. Dat is de dimensie waarin wij leven. Kijk naar onze koning. Wat doet hij voor werk? Ja, hij doet heel veel natuurlijk, maar dat zien we niet. Ja, laat ik zo maar zeggen. Hè? Hij doet wel heel veel. Maar het enige wat wij zien is, hij heeft maar alleen maar lintjes knippen. Dat is wat wij zien op tv. Hij gaat naar plaatsen, landen of instellingen of bedrijven, weet ik veel, om een lintje af te knippen. Huh? Dat is wat we zien. Maar hij doet blijkbaar wel misschien veel. Nou, in de natuurlijk heb je zoiets. Maar ook, lieve mensen, in de geestelijk hebben we zoiets. En wij behoren niet aan deze wereld. Wij behoren niet aan deze koninkrijk. Maar wij behoren, je leeft hier, maar het is een. Dat we hier gewoon hier op aarde leven en wonen, dat is het. Kijk heel snel dit. Dus geef mij nog 5 minuten. En daarna mag Stef gaan spelen. En dan kunnen we dit afronden. Just a few minutes. I want to give you this thought. Oké. Okay. Kijk naar Romeinen 14. Romeinen 14, vers 17. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Ik denk dat is wat de koninklijke huis doet. Overal feesten, eten en drinken, lintje knippen en noem maar op. Fun hebben met elkaar. Hey, Paulus zegt, het koninkrijk van God bestaat niet op zo. Hij zegt, hear this. Maar uit gerechtigheid, vrede
blijdschap. Waar? In de Heilige Geest. Dat is de kracht. In de Heilige Geest. En weet je wat gerechtigheid betekent? Vrijspraak. Je bent vrijgesproken van alle schuld. Je bent vrijgesproken van alle zonde. Je bent vrijgesproken van alle ongerechtigheden. Je bent vrijgesproken van alle dingen die je kan betekenen. Zeg, hey, dat is de koninkrijk waar u nu zich bevindt, zegt Paulus. Je bent vrijgesproken. Dus het is belangrijk dat we dit begrijpen, mensen. Kijk naar Handelingen 1, vers 3. Ik geef je een tekst, zodat je een begrip kan hebben van dat. Handelingen 1, vers 3. Nou, vanwege de tijd. Maar laten we heel snel lezen. Vers 3. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmisbare bewijzen. Onmiskenbare bewijzen. Veel te dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Dus wat deed Jezus? Hij stond op aan de graf. En, maar voor die tijd, voordat hij stierf, ging hij overal rond. En hij deed maar één ding. Hij heeft alleen maar één boodschap. Wat was dat? Het koninkrijk van God. Dat was alleen maar zijn boodschap. Als je dit goed bestudeert van het boek, de vier evangeliën, ga je dit ook terugzien. Hij had helemaal geen andere boodschap. Koninkrijk van God. Koninkrijk van God. Nou is de vraag, wat is dan het koninkrijk mandaat? Schrijf dit op. Het koninkrijk mandaat is dat God in staat is zijn manier van denken, zijn manier van doen op aarde te vestigen door mensen die in het koninkrijk zijn. Er is zoveel hier om over te hebben. En kijk heel goed. We hebben zoveel dingen al gezegd. Koninkrijk van God is in u. Koninkrijk van God is geestelijke dimensie. De regeren met kracht, gerechtigheid, vrede enzovoort. En dan, ik definieer nu voor u wat dit inhoudt. Staat, er is een mandaat waarin God zijn manier van denken, zijn manier van doen, hier op aarde wil bevestigen door wie? De koninkrijk mensen. En wie zijn de koninkrijk mensen? En wie de geboren christenen? Ben je een koninkrijk mens? Ik stel een vraag. Ben je een koninkrijk van God? Een mens van het koninkrijk van God? My God. Alsof jullie dit nog niet begrepen. Of je weet niet zeker. Dat is het probleem. Ja. Dat is het probleem. Please keep that up for me on the screen, please. Dat is het probleem. This is the problem. Of je nog niet begrepen hebt, of je weet niet zeker of je ook een deel uitmaakt van Gods koninkrijk. Dat is een probleem. Want er staat daar zijn manier van denken, zijn manier van doen, hier op aarde wil bevestigen door ons. Door u. Door de kerk. Door de gemeente.
zijn manier door u, door mij, door de kerk wil bevestigen. I want to make this statement and then I'll pray for you. I'll pray for you. Dit is een reden. I'll pick this up next time. Dit is het reden waarom er scheiden is in de meeste landen tussen de staat, het staat, hè, de staat, Nederlander of welke land dan ook, en de kerk. Dit is het reden waarom er in de meeste landen een scheiden is, of een scheiding bestaat tussen de staat en de kerk. De kerk, hier dus, vertegenwoordigt een hogere koninkrijk. Oh, come on, I hope you get this, church. If you don't get this today, dan weet ik niet meer. De kerk, christenen, wij vertegenwoordigen, come on, een hogere koninkrijk. De staat bemoeit zich niet mee met de kerk. Heb je dat ooit zich afgevraagd? Waarom is dat zo? In de meeste landen. De kerk staat gewoon op zichzelf. En de regering, ze gaan alleen maar mee bemoeien als de kerk onrust gaan zaaien in het land. Waardoor dat de burger van het land niet meer dingen kunnen doen die ze moesten doen. Maar zodra de kerk gewoon zich bezighouden met het koninkrijk van God, gaan de stad er niet mee bemoeien met de kerk. De eiland. Daarom krijgt de kerk ook geen subsidie om dingen te doen van de regering. De regering gaat de kerk een gebouw geven om te samenkomen. Want de regering heeft niets met de kerk te maken in dat zin. Ze bemoeien niet mee. De kerk, come on, functioneert vanuit een hogere niveau. Het is een hogere koninkrijk die hoger is dan welke koninkrijk dan ook op aarde. Dat is de kerk. Dat ben u. En die autoriteit en een gezag heb je gekregen. En dat mogen we weten. En daarom is het belangrijk om geen spelletje te spelen met dit. Ja, het is geen spelletje. Begrijp wat jij mee bezig bent. En het nodig je uit om mee te bouwen aan wat Jezus oorspronkelijk bedoeld heeft met de kerk. Bouw mee. Ik heb je net gezegd, de kerk is indestructible. Ik heb je net gezegd. Iemand zegt, ja, maar waar haal je dat van, Pastor Prins? Jezus zegt het zelf. Hij zegt het zelf. Toen hij tegen Petrus zegt, op die rots zal ik mijn gemeente bouwen. Zal ik mijn kerk bouwen. En de pot, de duisternis, zal mijn gemeente niet overweldigen. Dat is wat hij zegt. Hij zegt het zelf. Oh, kom, zijn jullie gezegend vanochtend? Jullie snappen het wel, ik ben nog niet klaar met deze boodschap. Dat geeft niet. Ik heb een goed fundament gelegd. En dat gaan we in de komende week opbouwen. En dan kan je zien hoe belangrijk je bent. En de tijd van spelletje dat je zegt van ik leg dat gewoon achter mij. En ik ga gewoon nou zijn manier van denken. Zijn manier van doen. Zijn manier van regeren. Zijn systeem. Dat ga ik gewoon inbakken in mij. En ik geef zijn koninkrijk, come on, de allereerste prioriteit in mijn leven. Elke dag opnieuw. Daar leef ik voor. Ik leef voor zijn koninkrijk. Want ik weet, ik behoor niet aan deze koninkrijk.
Nee. Het is tijdelijk. Hey. Ik ben hier op tijdelijke basis. U ook. Hallo. U ook, als het goed is. Als u dit begrijpt. Is het tijdelijk. Er komt een moment dat ik hier op aarde weg ben. Hey, de belastingdienst gaat mij niet meer vragen. Hey, prins, kom belasting betalen. Dat gaan ze niet meer doen, want ik ben weg. Jullie lachen, maar ik weet niet, misschien betalen jullie geen belasting aan koning Willem, maar ik wel. Hij vraagt belasting. Oh, kom maar, zijn jullie gezegend vandaag? Let's stand to our feet. Let me pray over you.